Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we weer een paar hele interessante nieuwe Wie is de Mol hints. We bespreken onder andere interessante gemiste hints en aanwijzingen, follow the money en gekke Afrikaanse teksten op het molgeld. We beginnen deze video met een paar korte gemiste hints uit aflevering 4. Allereerst heb ik een schema gemaakt met alle afleveringstitels die naar Jurre kunnen leiden en wat blijkt, de titels zijn heel erg goed naar hem te leiden. De titel van aflevering 1 was Verbinding. Hij maakt de juiste verbinding tussen de kisten waardoor er geld wordt verdiend. De titel van aflevering 2 was Kunstgreep. Jurre maakte foto's in de propshop op een verticale manier. De titel van aflevering 3 was Spelbreker. Jurre kiest samen met Daniel en Sawyer ervoor om voor 3 jokers te gaan. Ze verbreken hiermee de afspraak met de rest van de kandidaten. En tot slot de afleveringstitel Weglopen. Slaat ook op Jurre. Hij liep namelijk in de montage als enigste kandidaat weg bij Rick na het horen van de uitleg voor de eliminatieopdracht. Dan even de hint die Siem heeft gevonden over Jurre. Er waren namelijk in de wereld draait door 6 jaar lang badeendjes verstopt in het decor. En Jurre was vaak te gast en had een eigen stukje in het programma. En dat is heel erg verdacht richting Jurre. Nog even een losse hint. Dat is van wieisdemolhints.nl. Er zijn dit seizoen namelijk wat verwijzingen naar Griekse mythologie. Denk aan de grote badeend die je kan leiden naar het paard van Troy, het doolhof naar het labyrinth van Knossos en de doos van Pandora als kist met geld. Kan een verwijzing zijn naar de Olympische Spelen uit Griekenland en dus naar Olympisch zwemster Ranomi. Het is een hele creatieve gevonden hint. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle nieuwe Wie is de Mol hints en theorieën video's. Dan follow the money even erbij halen. Dit schema is gemaakt door de Thermometer op Instagram. Hierin valt op dat Jurre het minste verdiend heeft tot dusver en gevolgd door Anke. Is erg opvallend en heel handig om in de gaten te houden. In mijn vorige video van vorige week zei ik dat Daniel het minst had verdiend. Dat was echter alleen in die aflevering. Nog iets opvallends? Als we namelijk kijken bij de tweede opdracht zien we dat als Daniel en Aniek badeendjes aan het opvissen zijn, Daniel een groen visnetje heeft en Aniek een rode. Kan een hele verdachte hint zijn. Maar in het verleden zijn er ook al veel dingen met kleuren geweest. Veel opdrachten en zo. Dus zelf denk ik niet dat dit iets is wat kan leiden naar de mol. Op Instagram vertel ik je de dagelijkse hints en theorieën uit de aflevering. Neem hier vooral een kijkje. Dan nu. Een grandioze theorie die niemand nog heeft besproken. Of überhaupt naar heeft gekeken. Als we namelijk de shots van de koffertjes met molgeld krijgen te zien, zien we er in het Afrikaans teksten op staan. Ik heb enigszins geprobeerd om dit te vertalen naar het Nederlands en kom bij het eerste shot met tekst op het volgende. Zou het goed zijn voor de tijd van het doden van geschiedenis? Hele gekke tekst natuurlijk. Ik snap er ook zelf helemaal niks van. En het kan natuurlijk ook zijn dat we het nog niet goed genoeg hebben vertaald. En bij het tweede slot, dat was iets duidelijker. En daar kom ik uit op welke heb je besloten mee te doen aan de fotowedstrijd? Welke heb je besloten mee te doen aan de fotowedstrijd? Erg gekke shots dus. En natuurlijk ook hele gekke teksten en vertalingen ervan. Als iemand hier iets mee kan, laat het alsjeblieft weten in de reacties of via mijn Instagram DM, @wdm_pro. Kan het bijvoorbeeld namelijk slaan op de fotoopdracht met de propshop? Geen idee, het is heel lastig te bepalen deze hint. Tot slot om even de video af te sluiten, een grote testresearch die ik heb gedaan. Kijkend naar de 3 afvallers als eerst. Laten we dus beginnen bij wie de eerste 3 afvallers verdenken in de afgelopen 4 afleveringen. Je kan hierin namelijk een patroon zien richting Daniel. In aflevering 1 zat Sarah op 4 personen, waarvan 2 bekende afvallers. In aflevering 2 zat Vrouwtje niet op Daniel. En in aflevering 3 zat Sander ook niet op Daniel. Daar kan je best wel wat mee doen. Je kan hierbij zeggen, goh, Daniel is de mol. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dan het volgende schema waarin ik de vorige afvaller en mijn 2 mollen heb bekeken en vergeleken. Het valt op dat Aniek vooral op Ranomi zit. In aflevering 1 zit ze namelijk op 3 bekende afvallers en Ranomi. Maar ze is op 99%, dat durf ik zelf te gokken, op Ranomi gegaan tijdens de vorige aflevering toen ze afviel als 1 na slechtste.
Als we dan kijken naar het laatste schema, zien we nog iets opvallends. Het leek namelijk alsof Soy het echte rode scherm kreeg tijdens de derde opdracht. Daar had Siem ook een hele uitleg gegeven in zijn video. Bekijkt hij ook zeker. En hij zat in aflevering 2 en 3 alleen op Nabil. Volgens de biechten en de testvragen. Als hij dan de test als slechts had gemaakt, dan kan je misschien wel Nabil afstrepen als mol. Net zoals Ranomi. Want heel veel mensen zitten op Ranomi en vooral de afvallers zitten op Ranomi. Ook zit Ranomi de afgelopen aflevering veel op Soy. En ze zit natuurlijk nog in het spel. En dat is eigenlijk... Dat is ook nog best verdacht richting Soy. Want daar zit ook nog best wel wat kandidaten op. Tot slot nog een laatste opvatting. Bijna iedereen zit een keer tijdens de test op Ranomi. Behalve Soy en natuurlijk Ranomi zelf. Na dit schema en de hint van de podcast in mijn hoofd... durf ik bijna niet de overstap te maken van Daniel naar Jurre. Vandaar dat ik nog niet de overstap doe. Maar nog even op Daniel blijf gaan als mol in aankomende aflevering. En dan gaan we vanzelf wel zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb in ieder geval heel veel zin in de aankomende aflevering. Want dit gaat een keerpunt worden. Van goed naar fout of van fout naar goed. Ik hoop in ieder geval dat er iemand gaat afvallen deze aflevering. Want het kan natuurlijk ook altijd nog zijn dat dat niet zo is. Want er moet nog een afvallerloze aflevering komen. Dan hoop ik dat ze er iets van een twist aan koppelen. Maar ja, dat wordt natuurlijk best een lastige optie. Ik hoop in ieder geval dat je weer genoten hebt van deze video. Bedankt ook voor het kijken. Abonneer zeker voor meer als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je elke week op de hoogte bent van alle nieuwe hints en theorieën. In ieder geval de sterke en belangrijke. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende video weer. Laters.